Vraag 5. Vraag 5 maakt gebruik van dezelfde bron, namelijk die fabriekseigenaar die praat over zijn personeel. De fabrikant houdt zich aan het kinderwetje van Van Houten. Geef een reden waarom een kinderwetje zorgde voor verbetering van de werkomstandigheden van kinderen. Geef ook een reden waarom sommige mensen vonden dat het kinderwetje niet genoeg verbetering bracht. Doe het zo en dan krijg je weer zo'n voorgekoude zin die je moet gebruiken. Nou, wat is kinderwetje van Van Houten? Een wetje uit 1874. Van Houten wilde graag kinderarbeid aan banden leggen. Had daarvoor best wel een pittige wet bedacht. Dat beneden de 12 jaar alle kinderen niet mochten werken. Nou, daar waren heel veel mensen het mee oneens. Domweg omdat kinderen voor heel veel mensen heel belangrijk waren in het werkproces. Ze waren belangrijk omdat ze goedkope arbeid leverden. Voor gezinnen waren ze belangrijk omdat ze op die manier ook geld in het laadje brachten. Nou, de eerste vraag is waarom het een verbetering betekende voor kinderen. Nou, in fabrieken mochten kinderen tot 12 jaar niet werken. Dus ja, in principe werden kinderen beter beschermd. Nou, en dat is tegelijk ook de reden waarom sommige mensen vonden dat die niet genoeg verbetering bracht. Omdat kinderen jonger dan 12 jaar in landbouw en dergelijke gewoon aan het werk moesten of mochten. En ook dat sommigen vonden, ja, hallo, je bent 12. Dat wil niet zeggen dat je dan al hard kunt werken of hard zou moeten werken. Dus dat is een reden waarom het niet ver genoeg gaat. Omdat kinderen nog veel beter en uitgebreider beschermd zouden moeten worden.